Als regisseur-journalist doe ik heel vaak interviews met bedrijfsleiders, CEO's, woordvoerders van bedrijven. En vaak krijg ik ook de vraag of en hoe je een interview kunt voorbereiden. Hierbij enkele tips. Google het onderwerp van het interview. Dat doen journalisten ook. En meteen beschikt u over de nodige voorkennis. Brainstorm met collega's over de antwoorden en de vragen. Ook dat helpt u al bij de inhoudelijke voorbereiding. Pas het KISS-principe toe. Keep it short and simple. Vergelijk een antwoord op een vraag van een journalist met een verhaaltje dat u 's avonds vertelt aan de kinderen voor het slapen gaan. Zo'n verhaaltje heeft een begin, een midden en een slot. Wel, een antwoord op een vraag van een journalist heeft dezelfde structuur. Het enige verschil, het antwoord op de vraag van de journalist mag slechts 20 seconden duren. De manier waarop u uw verhaal vertelt is minstens zo belangrijk dan wat u vertelt. Vertel het verhaal over de uitbreiding van uw bedrijf dus op een enthousiaste manier. De herstructurering die u helaas moet aankondigen mag op een meer serene toon verteld worden. Zorg bij een interview voor de camera voor een relevante achtergrond. Bijvoorbeeld een bedrijfslogo. Zo geeft u het interview een eigen identiteit. En waarom niet overwegen om in het bedrijfslabo te gaan filmen als u een interview wil geven over een nieuwe innovatie die u wil aankondigen. Tot slot, trek voldoende tijd uit voor het interview. Zelfs al duurt het interview voor de camera slechts 10 minuten, trek er toch minstens een uur voor uit. Meer info over een mediacoaching op maat vindt u op quodnon.be. Veel succes met uw volgende interview.